geen enkel bedrijf wil geassocieerd worden met kinderarbeid. Dus dat waren ook in de eerste gedragscodes die kwamen en de verklaringen die kwamen was, wij willen geen kinderarbeid. Of ze er dan wat aan doen, is weer een heel ander verhaal. Die kinderen werden vanaf 4 jaar ingezet in fabrieken, in werkplaatsen. Kinderarbeid in de tapijtindustrie. Daar zaten in die kleine werkplaatsen, werden kinderen van 4 tot 10 jaar gebruikt om met hun kleine vingertjes die tapijten te knopen in de steenbakkerijen. Daar werden kinderen van generatie op generatie al op heel jonge leeftijd ingezet om die stenen te sjouwen en te keren en noem maar op. Een opkomend probleem was kinderprostitutie. Want dat werd ook beïnvloed door de opkomst van meer westelingen die ook een rol speelden. Maar ook kindsoldaten was natuurlijk ook een groot probleem. En dat waren allemaal uitwassen van kinderarbeid, kinderslavernij, misbruik maken van kinderen, die niet afgedekt werden door de bestaande verdragen van de ILO. Waren ook kinderclubs waren van kinderen die werkten, die zelf zich georganiseerd hadden in een soort kindervakbond, zou je kunnen zeggen. Ja. En die als kinderen ook pleiten voor wij hebben recht op werk en dan kunnen we geld verdienen en met dat geld kunnen we dan naar school bijvoorbeeld. Wat eigenlijk toch wel de doorslaggevende factor was, dat was de inzet van organisaties in ontwikkelingslanden zelf. De organisatie van Kailas Satyarthi, SACS, die gingen dus de werkplaatsen in en die haalden die jonge kinderen uit die werkplaatsen en brachten ze onder in onderwijsinstellingen. Die zorgden dat kinderen onderwijs kregen. En zij hebben ook wel aangetoond dat armoede, natuurlijk speelt het wel een rol, maar het is lang niet de allesbepalende factor. En dat het dan ook dus lukt, ook bij hele arme mensen, dat ze toch hun kinderen naar school sturen. Kailas Satyarthi had bedacht om een wereldwijde mars tegen kinderarbeid te organiseren. Die moest eindigen bij de ILO in Genève om dus kracht te zetten op het nieuwe kinderarbeidsverdrag tegen de ergste vormen van kinderarbeid. Ik denk dat het voor het eerst was dat er een groep demonstranten de hele grote zaal, de plenaire zaal, binnenkwam. Ze stonden allemaal op het podium. Dat leidde er ook toe dat we in feite in Genève, toen we met het verdrag aan de slag moesten, en niet aan konden ontkomen dat we iets tot stand moesten brengen. Dat werd dus in 1999 verdrag 182 over de ergste vorm van kinderarbeid. Geen dwangarbeid, geen prostitutie, geen kindsoldaat. Wel, dan snap ik dat je dat sommige mensen denken van nou, is dan alleen de ergste vormen slecht en mogen kinderen dan wel zeg maar gewoon kinderarbeid doen? En wat is dan gewoon? En dat is een beetje het verschil tussen de twee conventies. De eerste conventie 138 zegt van op een bepaalde leeftijd mag je wel een bepaald soort werk doen. En dat moet dan wel licht zijn, dus dat mag sowieso niet gevaarlijk zijn. Want daar ging dan weet je, niet met gevaarlijke stoffen, niet met gevaarlijke apparaten. Niet. Maar soms mag je als kind wel werken. En in sommige landen mag je dat vanaf 14, andere vanaf 15. Dus juist met 138 en die combinatie met 182 heb je eigenlijk bestrijd je het hele veld van kinderarbeid. Wat je merkte is dat het thema van kinderarbeid eigenlijk voor de vakbeweging vaak wel de ingang was om een wat bredere problematiek aan te kaarten van hoe zorg je nou dat je wantoestanden elders meeneemt in je eigen beleid. We zijn begonnen met de Schone Klerencampagne. Het eerste overleg vond plaats in 1992. En dat was met de Industriebond, dat was met de NGO's en dat was met de werkgeversorganisaties. En dat er waren twee werkgeversorganisaties die we daarbij destijds konden betrekken. Dat was onder andere de Mitex, de kleine detailhandel. In de jaren 90 hadden we ongeveer 260 miljoen kinderen die in kinderarbeid. Dat waren dus kinderen onder de 14 jaar en vaak vanaf 4 jaar al. Daarvan was ongeveer 80 miljoen die werden gerekend tot kinderslavernij, kinderuitbuiting. Nu op dit moment zit hij op 136 miljoen. Maar daarvan is nog wel steeds een deel van ongeveer 50% die wordt gerekend tot gevaarlijk werk. Na 2010 zien we wel een afvlakking van die trend. Daar hebben ze een ambitie uitgesproken, 2025 kinderarbeid vrij. Ja.